Je ziet hem al staan, de Wu-Tang One. En dan denk je, wat is Wu-Tang? Want ik heb er nog niet veel van gehoord. Dat kan en daar geef ik je ook helemaal geen blaam voor. Want Wu-Tang is namelijk een Nederlandse start-up die een gekickstart toetsenbord heeft gemaakt. Dus het is een klein beetje Hollandse trots. Want ze maken namelijk een heel apart toetsenbord wat voor ongeveer 170 euro richtprijs verkocht wordt nu. Hij is trouwens wel in de aanbieding, hij kost nu 150. Maar het is een analoog toetsenbord. We gaan hem uiteraard reviewen op gamersnet.nl. Maar we dachten, we trappen natuurlijk als vanouds eerst af met een unboxing. En dan, ja, dan willen we toch even weten hoe die Hollandse glorie uit zijn doos komt. Nou, zodoende. En je ziet het al meteen, dit is een wat kleiner toetsenbord. Het is zoals we dat altijd noemen, een TKL toetsenbord, 10 keyless. Dus de numpad zit er niet op en dat wil dus zeggen dat hij iets compacter is. En dat heeft ook een reden. Hij is dan wel wat duurder en dan dus wat kleiner. Maar ik zeg al, hij is analoog. En dat ga ik straks laten zien wat dat precies inhoudt. Maar allereerst, hoe komt het beestje eruit? We gaan het zo ervaren. Los. Want dit is een van die toetsenborden die daadwerkelijk gewoon een los te plaatsen micro-USB kabel heeft. Die dus ook hier aan de binnenkant erin gaat. Je hebt een klein beetje kabelmanagement aan die kant. En zodoende sluit je hem dan aan. Dit zien we sowieso ook te weinig, dat je hem gewoon zo mee kan nemen. Vind ik persoonlijk wel heel erg handig. Ik moet zeggen, hij is ook aardig licht en het is dus wel... Het is een mechanische switch en dat hoor je meteen, maar het is een soort van hele aparte mechanische switch. Maar goed, daar gaan we dan zo verder op uitweiden. Gaan we allereerst kijken wat hier dan allemaal nog in zit. Sowieso een greetings from Wu-Tang kaart. Ze houden het heel persoonlijk. Er staat ook een Nederlandse molen op. Heel erg mooi. Netjes gedaan, jongens. Het is een bedrijf van 3 man en die hebben eigenlijk dit hele toetsenbord bedacht en op de markt gezet. En hij is dus ook klein in oplagen en daardoor ook wat duurder. Maar dat komt ook omdat hij dus iets heel speciaals doet. Losse gewoven USB of micro-USB kabel die we dan meteen maar even aan gaan sluiten. Want kunnen we meteen ook zien dat, jawel, dit toetsenbord ook volledig RGB is. Ik pak even de micro-USB kant. Wel mooi om te zien dat dit ook gold-plated kabeltjes zijn. Die mikken we er dan zo meteen in. Mooi met het kabelmanagement. Heb ik hem goed? Yes, ik heb de juiste. Nou, klik je hem hierin. Hoppatee. Oh, dat is echt hele stevige kabelmanagement. Dat valt meteen wel op. En dan ga ik hem even aansluiten in de laptop hieronder. Please stand by. En daar zijn we dan. Dit is de Wu-Tang One als hij eenmaal aangesloten is. Mooi met de RGB die ook niet meteen in een golfversie gaat, maar gewoon zo losse RGB even statisch houdt. Dat kun je natuurlijk allemaal aanpassen. Er is de Wu-tility app waarin je dus allerlei verschillende instellingen kan gooien. En dat is heel belangrijk, want we komen er eindelijk op aan. Het is een analoog toetsenbord. Dan denk je, hoe is een toetsenbord analoog? Er is toch een digitaal signaal wat je moet zenden? Ja, dit heeft mechanische switches van FlareTech, custom made. En dat zijn dus switches die daadwerkelijk ogen alsof het een soort van Cherry clone zijn. En in wezen zijn ze dat misschien in hun gevoel ook wel. Maar het leuke is dat elk van deze switches 255 drukpunten kent. Dus de switch weet hoe ver die wordt ingedrukt. Dus het is niet zomaar aan of uit. Het is niet één klik of geen klik. Het zijn dus 255 klikjes naar de bodem. Dan denk je, wat heb ik daar dan precies aan? Nou, je kunt van dit toetsenbord dus ook gewoon hetzelfde verwachten als je bijvoorbeeld kan met een controller, met een analoge trigger. Bijvoorbeeld in racegames kun je langzaam kassen of juist hard remmen. Dat soort dingetjes. Dat is heel erg interessant. Dat doen ze dus hier ook in. Maar goed, dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen en instellen in de Wu-Tility app van, oh, als ik hem halverwege in heb gedrukt, dan wil ik dat de W-knop ook een shift-toets erbij gooit, zodat ik automatisch ga sprinten. Of je kunt bijvoorbeeld, weet ik veel, in een PUBG kun je rustig gaan rijden, rustig gaan landen met de parachute. Er zijn allerlei gekke dingetjes die je daarmee kunt flikken. En er zijn ook een heleboel programma's die je dan, een soort van mods of dergelijke, die je dan al binnen kan halen, waardoor je dat meteen hebt. Maar je kunt het dus ook helemaal zelf naar eigen wens tweaken. Ik vind het heel erg interessant. Ik ben heel erg benieuwd hoe die dan uiteindelijk typt en hoe je daadwerkelijk in je games allerlei extra dingen ermee kan doen. We gaan hem reviewen, de Wu-Tang One, op gamersnet.nl. Heb je er vragen over, stel ze hieronder, daar zijn we ze voor. Dan kunnen we daar mooi een antwoord op geven. Zij het met een comment of zij het dan in de review of Gamersnet Gear die we uiteindelijk gaan maken van de Wu-Tang One. Ik was Tom van gamersnet.nl. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Klik vooral door naar iets anders of niet. Je kunt het ook hierbij laten. No hard feelings, maar in ieder geval hopelijk tot snel.